Cor de Koning Hans, rector van het Almere College. Jullie hebben zojuist een convenant ondertekend met Flevo Delta. Kunt u in het kort vertellen wat dat inhoudt? Nou, wat dat inhoudt is dat we hebben een sportief talent hier in Dronten, ook bij ons op school. En die zit op de atletiekverenigingen. Dat zijn leerlingen die heel erg goed in hun sport zijn. En soms bijt dat wel met de school als je precies het schoolprogramma op precies de volgorde wil doen met lessen en toetsen. En soms, en we willen graag de combinatie sportief talent en school willen goed combineren. Nou, we hebben een convenant afgesproken dat voor leerlingen die echt talent zijn, dat we daar ook rekening mee gaan houden. Dat we maatwerkoplossingen gaan zoeken. Bijvoorbeeld een toets kan uitgesteld worden, een keer huiswerkvrij na een toernooi. En dat je op een ander moment inhaalt. Tijdens je gymlessen, ze sporten al heel veel, dat ze op dat moment een keer iets anders kunnen doen. En op die manier ook die mogelijkheid, school en school en sporten, dat je dat mogelijk maakt. Is het voor het eerst dat jullie een dergelijk convenant afsluiten? Ja, als school ondertekenen we dit jaar voor het eerst zo'n convenant, nu met de sportverenigingen. We zijn ook wel aan het nadenken in de toekomst van, hey, er is meer talent dan alleen sport in school natuurlijk. Misschien moet je daar ook maatwerk op maken. Maar dit is het eerste talent wat wij hier convenant dat we hier ondertekenen. En waarom Flevo Delta? Nou, het zijn onze buren. Het is natuurlijk dicht bij elkaar. De vraag kwam ook vanuit Flevo Delta van, hey, zouden we dat graag willen. Ze zitten hier vlak naast de school. We maken ook gebruik van de sportaccommodatie hier van Flevo Delta. En ja, dat was eigenlijk een natuurlijke partner. Er verdwijnen nogal wat kinderen tegenwoordig naar Zwolle. Is dit een antwoord daarop? Dit is een antwoord in ieder geval ook voor kinderen die zeggen van dat is wel een hele grote stap om daar verder te gaan. We zouden het ook nabij huis willen en we hebben gezegd van nou, eigenlijk zou het goed zijn dat we ook die mogelijkheid bieden. Om reistijd te voorkomen en ook omdat graag kinderen in hun eigen omgeving ook willen blijven wonen met vrienden. En hun eigen school ook daar af willen maken. En waar dat mogelijk is gaan we dat doen. En dat is dus ja, een antwoord erop, in ieder geval een mogelijkheid ook, laten we ernaast. Ik denk dat ieder kind talent heeft, Waar is het einde? We hebben wel duidelijk afgesproken van de schoolresultaten, die blijven belangrijk en die staan ook voorop in de zin van die moeten goed blijven. Want als dat niet goed gaat, moet je ook andere keuzes maken. En de verenigingen, dat wordt goed afgesproken, die bepalen van wanneer iemand ook een talent is voor de toekomst. Die hebben daar hun eigen criteria voor, die ken ik niet precies, maar ze moeten wel als talent bestempeld worden. Het is niet zo van, ik ben een talent en ik mag dus meedoen. Nee, het moet ook wel aangewezen zijn door de vereniging dat het een talent is. Maar er zijn ook talenten in piano spelen, computer programmeren. Misschien zijn er wel hele talentvolle toekomstige advocaten bij jullie op school. Gaan jullie daar allemaal maatwerk voor leveren? Nou, daar zijn we over aan het nadenken. Dit is een eerste stap. Maar er zijn ook andere talenten, precies wat u zegt. Hè. Ik zei dat net ook al. Iemand kan enorm goed inderdaad het piano spelen. Gaat naar grote evenementen om dat te doen. Dan moet je dat ook mogelijk maken. Iemand kan heel goed schaken en wil daarin verder zijn. Het zijn allemaal talenten. En wij gaan kijken of we dat kunnen combineren. Niet dat iedereen dat gaat doen, hè, want je moet het wel behapbaar blijven. Want anders heb je alleen maar. Natuurlijk, ieder kind heeft zijn eigen talent. Maar sommigen stijgen daar bovenuit en dat wil je gaan combineren. En we gaan kijken of we dat maatwerkoplossing kunnen bieden. En dan gaan we dat ook doen. Ja. Dit is een feestdag voor jullie? Ja, dit is wel een feestdag voor ons. Ja. Van, dit is een eerste stap ook voor leerlingen. Kijk. We zijn als grootste groep één gemeenschap, maar binnen de gemeenschap heeft iedereen zijn talenten. En het is mooi dat je dat ook die talenten kunt laten opbloeien. En als je dat met een partner kan doen, ja, is dat wel een feestdag. Ja.